In Vlaanderens velden staan papavers rood, tussen de kruisen rood en rood. Die merken onze plaats en in de lucht hebben leeuweriken luidzingend nog hun vlucht. Maar in het schut beneden klinkt hun lied verloren. Wij zijn de doden, pas is de dag voorbij. Dat wij leefden, sneefden, zagen de dageraad geworden. Beminden werden bemind. En nu, nu liggen wij in Vlaanderen voor. Zet onze strijd met de vijand voort. Begeven reiken onze handen u de dood. Het is uw taak ze hoog te dragen. Beschaamt gij het vertrouwen in ons, de gevelden, dan slapen wij niet of schoon papavers blaken in Vlaanderens velden. Geachte aanwezigen, wat betekent solidariteit? De definitie uit het woordenboek is bewustzijn van samenhorigheid en de bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. We hebben solidariteit altijd nodig, maar het is vooral in een tijd van crisis onmisbaar. We hebben solidariteit nodig om te blijven geloven in elkaar en in de mensheid. Door solidair te zijn met elkaar, krijgen we een gevoel van verbondenheid. We krijgen het gevoel dat we ertoe doen. Enerzijds omdat andere mensen ons helpen, en anderzijds omdat wij andere mensen helpen. Hierdoor krijgen mensen een doel in het leven. Het samenhorigheidsgevoel kan ons de moed geven om door te vechten op momenten of in perioden waarbij ons geloof in elkaar op de proef wordt gesteld. Ongeveer 8 maanden geleden brak de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit. Vele mensen moesten hun thuisland ontvluchten. Hierop heeft de rest van Europa snel gereageerd. We geven op verschillende gebieden steun aan de Oekraïnse bevolking. Zo hielpen we hen onder andere al op politiek en financieel gebied. Op 4 maart 2022 kwam er een maatregel in Europa waardoor er meer Oekraïnse vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Ook hebben ze dankzij deze maatregel in ieder Europees land recht op bijvoorbeeld verblijf, sociale en medische bijstand en toegang tot onderwijs. Het feit dat wij als buitenstaanders zo snel kunnen handelen in crisissituaties geeft mij heel veel hoop. Ik heb hoop dat mensen altijd ergens terecht kunnen wanneer ze hulp nodig hebben. Ik heb hoop dat we ze op deze momenten een gevoel van veiligheid kunnen bieden. Waar in 2022 vele mensen hun huis in Oekraïne ontvluchten, gebeurde in 1914 hetzelfde in België. Vele Belgen vluchtten naar Nederland, Frankrijk en Engeland. De inwoners van deze landen waren solidair met België en gaven de Belgen aanvankelijk een warme ontvangst. Na een tijdje werd het echter onmogelijk om het grote aantal vluchtelingen uit België op te vangen. Er was niet genoeg huisvesting of gezondheidszorg. Om die reden spoorde de Belgische regering de vluchtelingen aan om terug te keren naar hun bezette thuisland. In het Verenigd Koninkrijk en enkele neutrale landen gaf men de strijd om de Belgen te helpen echter nog lang niet op. Een aantal vrouwenorganisaties zetten inzamelacties op poten voor onder andere geld en kleding. De leden van deze organisaties zamelden geld in door cake te bakken en deze op de markt te verkopen. Verder werden alle kosten voor een van de vluchtelingenkampen in Nederland betaald door de Deense regering. In het begin van de Eerste Wereldoorlog werden er meteen medische posten gebouwd. Oorspronkelijk waren ze enkel bedoeld om soldaten op te vangen en te verzorgen. Na een tijdje kwamen echter ook burgerslachtoffers hulp zoeken in de ziekenhuizen. In veldhospitalen in België werden ook Duitse soldaten van zorg voorzien. Gedurende de 4 oorlogsjaren ontvingen zo vele mensen hulp door solidariteitsacties. Dat mensen zo solidair kunnen zijn met hun medemens, en in dit geval zelfs met een vijand, geeft mij hoop.
Ik heb hoop dat de wereld nog niet om zeep is. Ik heb hoop dat mensen naar hun hart luisteren en altijd andere mensen zullen blijven helpen. We zijn hier vandaag samengekomen om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en alle andere oorlogen te herdenken. We herdenken hier niet enkel de gesneuvelde soldaten of andere mensen die gestorven zijn door de oorlog. We denken ook aan alle mensen die trauma's hebben overgehouden aan de oorlog. Mensen die nooit hun dromen hebben kunnen waarmaken en mensen die iemand zijn verloren tijdens een oorlog. Het is zeer belangrijk dat we leren uit onze fouten uit het verleden en zo onze toekomst vrij van oorlog kunnen houden. Ik heb hoop dat we ooit op deze wereld een veilige omgeving kunnen bieden aan alle kinderen en volwassenen. Ik heb hoop dat we iedereen ooit een kans kunnen geven om zich volledig te ontwikkelen en om hun dromen te laten uitkomen. Ik dank u voor uw aandacht.